Hoi mensen, ik kom net uit het bad. Soms kan ik mijn haar zo stylen. Maar ik ken iemand van mijn school, die had een kanaal, maar die is onlangs verwijderd. En hij heeft een verslaving. Ik ga zijn naam niet zeggen, anders krijg ik misschien een strijk. Maar hij heeft een verslaving. En ik zal dat nu even tonen. En zo gaat die verslaving dus. Ik heb iets gekregen en dat ga ik jullie nu tonen. Dit heb ik gekregen. Het is wel super duur. Maar dat is niet van de echte merken. Maar de echte merken. Shout out naar Oculus Rift. Dat is een van de echte merken. En ik heb ook van een fan dit gekregen. Een hoofdtelefoon met fluoriserende kleur. En zo gaat dat. Nou, sommige vragen, ik zal even kijken. Ja, sommige vragen. Wat drink jij? Drink je gezond? Of ongezond? Hier komt het antwoord. Gezond! En de volgende vraag was... Heb je een lief? En ik antwoord... In stukjes... En ik antwoord ja. 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 Natuurlijk heb ik een lief. En weet je wat mijn lief is? Volgende vraag. Krijg je fanmail? Ja. Wel, ik ga dat tonen. Nummer 1. Meneer, het was een stukje te vroeg. Eerst moet ik op pauze zitten en dan zeg je nummer 1. Oké. Nummer 1. Ice Age 2. Nummer 2. Elven en de Chipmunks 3. Nummer 3. Ice Age 4. Die films krijg ik namelijk binnen van iemand, maar ik weet gewoon in godsnaam niet van wie. Maar toch shout-out naar die persoon. Als er iemand weet van wie het is, alsjeblieft schrijf het in de reacties, hè? Want anders ja, dan zal ik het nooit weten. Dat is nu eenmaal een verschilletje. En sowieso doe ik mee aan YouTube video's. En als je wil dat ik iets langskom of bij jullie kom filmen, schrijf het in de reacties en ik kom je op zoeken. Als ik kan, kom ik je opzoeken. Niet getreurd, als ik niet kom, niet getreurd. Het zal wel een keer komen dat ik je naam zeg in een video. En dat ik toch eens zeg van dat ik niet kon komen. Maar jammer genoeg. Straks ga ik naar het voetbalveld. Ik kan daar niet filmen, want daar mag ik helaas niet filmen. En ik ga ook een springring doen. Dat is zo'n ring die zweeft... Als je niet weet wat het is, als je het nu nog niet begrijpt, zoek het dan op, hè. Op het internet. Maar goed. Einde video. Dag. Oh ja, en like en abonneren, hè. Als jullie dat willen. Ik hoop op de 1000 likes.